Het is de tijd van de goede voornemens en nieuwjaarsrecepties. Zo ook die van het Natuurhuis Almelo. Een plezierige melee van leden van de 6 deelnemende verenigingen en buren, veelal vrijwilligers in het Doepark, in het Hagenpark. Optimistische geluiden. En ik zei ook dat we niet gaan dippen. Dat is een nieuwe term. Denken in problemen, maar we gaan dimmen. Dat wil zeggen, denken in mogelijkheden. Kijk. En we hadden het park aan kunnen leggen zoals het er nu bij ligt. Namelijk een mooi park met een mooie hoofdstructuur en een beekloop en een natuurspeelplek. En dan hadden we kunnen zeggen van, het is klaar voor ons betreft. En dan waren wij als Natuurhuis, hadden we een redelijke insteek gedaan en hadden we toch een redelijk mooi park voor Almelo neergelegd. Maar dat willen we niet, want er zijn meer mogelijkheden. Er is een mogelijkheid om een buurtmoestuin hier aan te leggen, waar u naar toe kijkt. Een beleven beweegtuin aan die kant, voor ouderen die hier op termijn komen wonen, willen we aanleggen, samen met Zorgaccent. Dat wordt ook een van de grotere plannen. En de mogelijkheid van een tiny forest, die deed zich ook voor. Het IVN Overijssel samen met de gemeente kwam bij de stichting om te zeggen, maar, hey, we gaan samen een tiny forest aanleggen. En een tiny forest, dat is een buitenlokaal, een bos met een buitenlokaal voor kinderen, waar kinderen een educatie krijgen, maar waar ook buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En die wordt dan ginds bij die brug zo'n beetje gemaakt. Dat is ook een project wat dit jaar eraan zit te komen. Ja. Dat is omgekeerd. Maar dan gaat het.